Ja, het gaat natuurlijk stukken beter. Het kan niet slechter gaan na alles wat er gebeurd is. Het kan alleen maar vooruit gaan. En ik denk dat met de promotie van mijn boek, dat ik daarmee landelijke boodschap over kan dragen. Namelijk zodat men ervoor leert en dat het in de toekomst aan andere Nederlanders bespaard blijft wat mij overkomen is. Dat is natuurlijk iets wat je ergste vijand niet toegunt. En kunt u daarmee ook een plaats geven, denkt u? Ja, dan heb ik zelf ook meer rust. Als ik zie dat het toch nog voor iets gediend heeft. Apart van het feit dat het natuurlijk gediend heeft om mezelf beter te leren kennen. Ik ben er natuurlijk sterker uitgekomen. Nou ja, in Spanje neem ik ze kwalijk dat ze gewoon die hele zaak te nonchalant op zich genomen hadden. Ze hadden natuurlijk een andere zedendelict, omstreeks dezelfde tijd. Ze hadden natuurlijk veel herrie in de plaatselijke media. En ze wilden gewoon die zaak zo snel mogelijk oplossen. En ze hadden gewoon iemand nodig die daar die er een beetje in overeenkwam. En het ging natuurlijk om een buitenlandse man van het blanke ras, blond, van ongeveer 30 jaar oud. En ik kwam natuurlijk overeen met het singlement. En daarom werd er ook aan mij gedacht. Omdat ik heb daar natuurlijk in het verleden heb ik één keer ben ik aangehouden voor openbare dronkenschap. Nou, dat gebeurt, komt iedereen wel eens in zijn leven tegen. Dat je een avondje gaat stappen met vrienden en dat je te veel drinkt. En dat je een discussie hebt op de openbare straat en dat de politie bijgehaald wordt. En zodoende hadden ze mij foto's. En die foto's hebben ze aan die slachtoffers laten zien. Maar ja, die slachtoffers die herkenden mij niet. En dat kwam hun niet goed uit. Dus 22 dagen later, zoals ik al zei, op hetzelfde politiebureau herkennen ze mij. Maar heeft de Nederlandse regering al genoeg gedaan om u vrij te krijgen? Nou ja, als jij jezelf in mijn situatie plaatst en jij weet dat je onschuldig bent. En het is bekend, zowel in Nederland als in Spanje, dat die DNA niet voor mij afkomstig is. En als je dan na datum 12 jaar nog steeds in het gevangen moet zitten in de 21ste eeuw, in een Europees buurland. Nou ja, dan laat het natuurlijk zwaar te wensen over. Dan vraag je jezelf af van, is er wel genoeg gedaan? Maar heeft de minister u gisteren dan nog excuus aangeboden hiervoor? Nee, kijk, excuus dat kan men ook niet aanbieden, omdat ze hebben natuurlijk naar het beleid gehandeld. En zoals ik al zei, het is natuurlijk verboden om je in de rechtspraak van een aangelegen buurland te mengen, zoals wij dat ook niet toe zouden staan in Nederland. En als jij dan zegt sorry, ja, dan ben je eigenlijk schuld. Dus dan komt het een niet met het ander overeen. Maar ze hebben wel aangeboden om mij bij te staan en mij te helpen met het verloop van de zaak, wat nog niet is afgerond.